Veel nieuwe gezichten vandaag in Groningen. Vandaag was namelijk de open dag van de Rijksuniversiteit. Uit binnen- en buitenland kwamen aankomende studenten naar het noorden om zich te oriënteren op een vervolgstudie. Vanaf het hoofdstation werden de potentiële nieuwe studenten al de weg gewezen. Eenmaal aangekomen bij de universiteit wist nog niet iedereen waar ze heen moesten. Het is echt super druk. Er zijn echt heel veel voorlichtingen hier. En heel veel studenten die hier komen om een vervolgstudie uit te zoeken. En weten ze een beetje de weg al te vinden of moeten ze nog wel goed de weg wijzen? Nee, ze weten eigenlijk de weg niet zo heel goed. En net moest iemand naar het UMCG, die dacht dat hij hier moest zijn. Dus vooral ook heel veel naar de wc's en naar Pathé. Tijdens de open dag gaven alle opleidingen op verschillende plekken in de stad voorlichtingen. Naast de voorlichtingen konden er speciale informatiemarkten worden bijgewoond, zoals die van de opleiding psychologie. Wat willen jullie de aankomende studenten meegeven? Een goed beeld van de opleiding. Dus weten waar ze voor kiezen, zodat ze op de goede plek terechtkomen. Dat is het belangrijkste. En waarom moeten mensen kiezen voor de studie psychologie? Als je geïnteresseerd bent in het menselijk gedrag, dan is psychologie de opleiding. De nieuwe studenten konden zelf hun programma met voorlichtingen samenstellen. Ik ben geweest naar computer science en ik ga nog naar artificial intelligence. En hoe was de voorlichting? Ik vond het best wel goed. Ja. Denk je dat je dat gaat studeren volgend jaar? Ja, ik wil sowieso denk ik informatica gaan studeren, maar ik ben nu nog aan het kijken of het Groningen wordt of een andere stad. Welke ga ik ook weer heen? Europese talen. Ja, Europese talen. En wat verwacht je van de voorlichtingen? Ik denk wel dat ik deze leuk ga vinden. We gaan nu naar studeren en budgetteren. Dat is ook wel heel nuttig voor straks. Ja. Dus jullie komen wel, niet zozeer voor de echte studies, maar gewoon voor de randzaken van het studentenleven? Ja, ik wel. Ja. En ik ga daarna nog naar studeren in het buitenland. Een enkeling heeft na vandaag zijn keuze zelfs al gemaakt. Voor welke opleidingen ga je kijken? International Business ben ik geweest en daar kwam ik ook wel een voor. En hoe was de voorlichting? Ja, aardig goed. Alles is duidelijk. Dus, Denk je dat je dat gaat studeren volgend jaar hier? Of, Ja, weet ik wel bijna zeker. Dus, en nu even kijken met mijn vader. Ik ben wel een keer eerder geweest. Dus, Wat staat er voor de rest van het programma voor vandaag? Niks. Alleen even lekker eten en dan weer lekker naar huis. Dus, Nou, tot volgend jaar dan. Tot volgend jaar. De open dag trok zo'n 12.000 bezoekers. De volgende open dag vindt plaats op 2 februari.